Vice-president Ashwin Nadeen heeft vanmiddag in een televisietoespraak een totale lockdown afgekondigd. De COVID-19-teller is binnen 24 uur gestegen van 23 naar 54 positief geteste gevallen. Het einde van deze stijging is nog niet in zicht, zei de VP. Wij zitten midden in de fase van lokale verspreiding. Volgens Nadeen zullen er de komende dagen nog meer mensen ziek worden. De overheid heeft sinds het eerste positieve geval op 13 maart aangegeven dat ons gezondheidssysteem een uitbraak van het virus niet aan kan, benadrukt de VP. Het is nu aan ons gelegen om tenminste te helpen om de besmettingen te vertragen. U en ik hebben daarbij één en dezelfde taak. Ervoor zorgen dat onze gezondheids- en veiligheidsdiensten hun werk kunnen doen. Dat doet u door thuis te blijven. Gisteren, 2 juni, is met de crisiscommissie in DNA vergaderd. Daarbij is er door coalitie en oppositie één gezamenlijk standpunt ingenomen. Namelijk om alles te doen om een grootschalig leed te voorkomen. Helaas is er onvoldoende informatie naar buiten gebracht, waardoor een verkeerd beeld is ontstaan. Op dit moment hebben wij rust nodig, zodat u weet wat u moet doen. Laat mij duidelijk stellen, vanaf morgenmiddag 4 juni om 6 uur 's avonds tot vrijdag 12 juni om 6 uur in de ochtend gaat Suriname in total lockdown. Nadeen zegt dat iedereen thuis moet blijven. Er mogen maximaal 2 passagiers in auto's en taxis zitten. En samenscholingen blijven beperkt tot 5 personen, zegt de VP. Alle niet-essentiële ondernemingen zullen moeten sluiten. Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme geeft de richtlijnen voor de ondernemingen die wel open zijn. Wij weten dat u uw gezin moet verzorgen. Wij weten dat er eten thuis moet zijn. Supermarkten, kleine groentestands, bakkerijen, slagerijen, afhaalservices van restaurants, apotheken en benzinestations zullen open blijven tussen 8 uur 's ochtends en 5 uur 's middags. Hamsteren is dus niet nodig. U benadeelt hiermee enkel degenen die na u komen. Gaat u zoveel mogelijk alleen naar de winkel. Bedek uw mond en neus en neem uw hygiënemaatregelen. Haal alleen de hoognodige zaken en gaat u zo snel mogelijk weer naar huis. Belangrijk is dat u de komende periode uw weerstand vergroot. Drink voldoende water, eet daarom veel groente en fruit. We hebben de beelden gezien uit landen als Ecuador, Italië, Amerika en Brazilië. Laten wij door de door hen geleerde harde lessen ter harte nemen, waardoor wij hetzelfde lot niet ondergaan. De COVID-maatregelen zijn er niet om u onaangenaam te zijn. Er staan letterlijk levens op het spel. Vice-president Ashwin Nadeen heeft vanmiddag bekendgemaakt dat er een totale lockdown komt voor Suriname. De lockdown gaat morgen in en duurt tot en met 12 juni.